Jaap Pastoor. Ik ben een melkveebedrijf met 180 melkkoeien. We hebben nog een beetje tarwe, 3 hectare. En dan hebben we nog 20 hectare mais. Vorig jaar hebben we een conskilde mengwagen op demo gehad. We gebruikten dezelfde tijd een schuitenmaker Fido. En dan samen met een Holleraars voederseerbak. Dat was nogal best wel veel werk. En de demo verliep goed. Het beviel zo goed dat we besloten hem direct te houden. Dus we hebben eerst de demowagen een poosje in leen gehad en daarna een huurwagen. En uiteindelijk deze wagen gekocht. Wat het beste aan deze wagen bevalt is eigenlijk dat hij helemaal schoon leeg wordt. Hij mengt vrij snel. We zijn snel klaar met voeren. Het is een eenvoudige wagen. Er zit geen afvoerbandje of iets op. Dus, dus weinig met stuk kan gaan. Ja, we hebben gekozen voor een drievijzelwagen. We hebben eerst een tweevijzelwagen op demo gehad. Die was op zich groot genoeg, maar omdat we toch in de toekomst misschien een grotere wagen wouden hebben, dan zou de tweevijzel ook wel vergroot kunnen worden. Maar we hebben toch voor een drievijzel gekozen na een demonstratie met iemand van Agrifirm erbij. En die had ook zo'n wagen zien staan ergens. Nou, deze mengt wat sneller. Deze wagen die, sneller klaar met mengen. We mengen een TMR-rantsoen. Dus dat betekent alles in één mengsel. We compact mengen, er komt water bij het mengsel door en dat bevalt hartstikke goed. De koeien vreten het schoon op en de productie is gestegen lichtelijk. En, het is makkelijk werken.